Dit is de Telegraaf Nieuwsflits van donderdag 25 augustus met het nieuws in 100 seconden. Pedo Robert M. krijgt schadevergoeding. Python wordt dochter-eigenaar. OO Gerzo-sterretje wordt serieus. Alarm over oranje erectie-injectie. Multiculti moet, maar niet voor je eigen kinderen. En alleen voor sterke magen, die munt gaat echt het oog in. Pedo Robert M. heeft ten onrechte onder camerabewaking gestaan en krijgt nu tot €2300 schadevergoeding. De kinderverkrachting van het hofnarretje is 10 maanden met een camera in de gaten gehouden, omdat gevreesd werd dat hij zelfmoord zou plegen. Een echtpaar in Florida heeft 12 jaar cel gekregen omdat huispython Gypsy hun dochtertje van 2 had gewurgd. De uitgehongerde slang ontsnapte uit zijn hok en doodde Cheyenne. De vader en moeder zijn voor moord veroordeeld. Sterretje is niet beschikbaar voor een vervolg van RTL's succesnummer OO Gerzo. Haagse Tony is er klaar mee als hersenloze losbol gezien te worden. De 26-jarige oud-militair vertelt in de Telegraaf verder te gaan als DJ. Mijn droomvrouw is lief, spontaan, eerlijk, openhartig. Die gaat helemaal voor mij. Nee, mijn droomvrouw is gewoon, ja, bing, bang, manga, fucking lekker. Blijf kijken, want naast een munt gaat er straks ook een vinger in dat oog. Alarm in Engeland over injecties waardoor je bijna oranje wordt. In navolging van televisiesterren laten steeds meer mensen melanotan nummer 2 in de buik spuiten. De overheid waarschuwt dat de gebruikte stof kankerverwekkend kan zijn en depressies opwekt. In Engeland zijn ze door het dolle heen, ook al omdat het middel erectieverhogend zou zijn. Nederlanders vinden de multiculturele samenleving erg belangrijk voor de opvoeding van hun kinderen, maar willen niet dat hun eigen dochter of zoon met een allochtoon aankomt zetten. Uit onderzoek van tijdschrift JM blijkt dat 3/4 van de Nederlanders zijn kind absoluut niet op een zwarte school wil hebben. De trucs van goochelaar Tony Star zijn alleen voor mensen met een sterke maag. Gaat die munt erin? Dit was de Nieuwsflits. Op onze site het laatste nieuws over de jacht op Gaddafi en het verhaal van een damesvoetbalteam uit Papendrecht dat met 37-0 klop kreeg. Tot morgen!